Het begint weer koud te worden en het is natuurlijk fijn om er warmpjes bij te zitten zodra de eerste sneeuw valt. Van Scheppingen verkoopt al meer dan 25 jaar open haarden, kachels en schouwen en is daarmee niet weg te denken uit de regio. Terwijl Gerard van Scheppingen eerst niets met open haarden deed. Ik had met mijn vader samen een aannemingsbedrijf en in de winter van 85 was een hele lange winter van 13, 14 weken. En ik werd op een gegeven moment gebeld uit Heemstede door een bedrijf, een open haardenzaak, van wil je niet voor ons wat kanalen plaatsen? En daar ben ik mee begonnen en ik vond het eigenlijk een leuker initiatief als de echte bouwwereld buiten. Van het voorjaar helemaal nat geregend, van de zomer veel te heet en in het najaar weer en de winter. Op die manier kwam Gerard van Scheppingen in de open haardenbusiness. Later stelden twee toeleveringsbedrijven voor dat Gerard een eigen zaak moest beginnen. Ja, open haardenzaak. Ik ben wel een bouwer, maar ik ben geen verkoper. Toen zei hij, nee, dat is de beste combi die je kunt bedenken. Want degene die zijn plaats weet ook wat hij maakt en wat hij kan verkopen, wat hij wel en wat hij niet kan. Dus ik ben op een gegeven moment eens rondgekijkt voor een pand met mijn zwager samen. Nou, een aantal panden bekeken en toen kwam dit pand. Maar hier was eigenlijk een garage met een wasstraat erbij. Ze wilden dat altijd in één hand houden, maar dat lukte niet. Dus ik had op 2 januari een pand en sleutels en niks geregeld. Dus zo kwam ik eigenlijk hier terecht. En toen heb ik eigenlijk in een periode van een maand of 4... heb ik dus deze opzet gemaakt met blokken erin en haarden erin. En ja, dat was 18 jaar geleden. Maar het was een heel andere wereld. Het was veel meer open vuren, minder gasvuren. Er waren veel meer schouwen. Nu zijn het allemaal moderne en strakke toestellen. Dus alles heeft een ontwikkeling en een open haard is toch een trend. De zoon van Gerard, Dion van Scheppingen, kwam bij het bedrijf en dat bleek een welkome aanvulling. Ik was meer de man van de schouwen en van het traditionele open haard. En hij was de man van de kastjes, de tv's ophangen en gasverhalen en dat soort dingen. Dus die is op het moment gekomen dat ik eigenlijk mijn werk minder werd. Maar goed, hij heeft het bedrijf een hele andere structuur gegeven dan ik het ooit gedaan heb. Bij Van Scheppingen kan je dus terecht voor allerlei soorten open haarden en kachels. Van Scheppingen verzorgt het haardenproject van A tot Z. Tijdens de aankoop krijg je informatie over wat mogelijk is met de haard, wat er niet kan en wat het prijsniveau zal zijn. Met een 3D-animatie wordt duidelijk hoe het project eruit komt te zien. Je kan de haard ook laten inbouwen en dus combineren met bijvoorbeeld een televisie of kast. Je kan rekenen op vakmensen en een goede garantie op de haard, materialen en de montage. Op deze manier heb je er geen omkijken naar en kan je gerust genieten van een heerlijk vuurtje. Wil je meer info? Kijk dan op openhaarden-schouwen.nl of kom langs in de showroom.